Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op donderdag 24 oktober. Vandaag trekken er wolkenvelden over het land, maar regionaal zijn er toch ook wel zonnige perioden. En al met al wordt het toch een heel aardige dag. Vanochtend kan met name in het noordwesten nog wel een spatje motregen vallen. Elders blijft het zo goed als overal droog. De temperatuur ligt tussen de 12 en 14 graden en loopt vanmiddag op naar zo'n 16 graden op de Wadden en 20 graden in Limburg. De zon die is er af en toe bij en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden. Vanavond gaat het vooral aan zee stevig waaien. De wind wordt daar krachtig tot hard. Verder wordt de bewolking ook wat dikker. En heel lokaal kan er een licht buitje vallen. Bij temperaturen rond de 15 graden. Morgen blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Misschien in het noordwesten nog een enkel buitje. En de temperatuur ligt in de middag tussen de 14 en 16 graden. Avonds gaat het flink waaien. Met name aan zee wordt de wind hard tot stormachtig. En ook zaterdag staat er veel wind. Ook boven land. De wind is dan vrij krachtig. En aan zee zien we nog steeds die vlagerige wind. Lokaal kunnen zware windstoten voorkomen. Het wordt wel zo'n 17 tot 18 graden en op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanaf zondag wordt het wisselvalliger en ook koeler.